Het is vandaag dus maandag en ik heb eigenlijk echt een basic outfit aan. Deze trui komt van Bershka en die is echt mega zacht. Het is ook een oversized trui. Het leukste vind aan deze trui is dat ze zo'n koolkraagje heeft. Deze broek komt ook van de Bershka. Deze hele outfit komt eigenlijk allemaal van de Bershka. Omdat ik eigenlijk deze onlangs heb geshopt bij de Black Friday Days. Dus deze kleren komen gewoon allemaal van Bershka. Deze broek dus ook. En het is echt ook een mega chille broek. Het heeft ook zo een riempje erbij aan. Ik doe het altijd in een strik. Je kan het ook loslaten. Maar ik doe het gewoon in een strik. Omdat ik het ambetant vind als er zo van die losse dingen hangen. De jas die ik dan bij deze outfit aandoe is deze jas. En je kan het al raden, deze komt ook van de Bershka. Deze jas is normaal 70 euro. Op Black Friday was die maar 35 euro. Maar nu is deze jas dus terug 70 euro. Dus als je hem wilt, moet je nu wel gewoon terug 70 euro betalen. Het is echt zo'n mega lange jas. De lipstick die ik vandaag ook op heb trouwens, is ook van de Bershka. En het is echt een super mooie kleur. Ik hou gewoon echt van rode kleurtjes. En deze kleur noemt Garnet Cha Cha Cha. De formule is echt super goed. Het pigment is ook echt super goed. En I just love it. Vandaag is het dus dinsdag en heb ik vandaag deze comfy outfit aan. De trui dat ik aan heb vandaag is van H&M. En ze is echt super comfy. En ze is ook gewoon lekker warm. Zeker voor dit weer. Aangezien het echt ineens mega koud is geworden. De broek die ik aan heb komt van de Bershka. En het is echt zo'n classy zwarte lange broek. De broek was eigenlijk te lang voor mij. Maar ik heb ze zelf dan verkort. Omdat ik ze toch wel graag wou. Dat zijn dan weer struggles als je wat kleiner bent. Het broek is dus gewoon echt mega los zoals jullie zien. En ze zit gewoon lekker comfy. De lipstick die ik vandaag aan heb is weer al die van Bershka. En deze matcht met mijn trui. Meestal match ik mijn lipsticks met een kledingstuk. De schoenen die ik vandaag aan heb zijn deze lekkere warme bootjes. En ze hebben echt zo een pels ook van binnen. Dus lekker warm voor in de winter. Ze zijn ook nieuw. De jas die ik bij deze outfit aandoe is een zwarte teddyjas. Maar op dit moment ligt deze sloer op mijn jas. Yay. Dit is dus de teddyjas. En ik hou echt zoveel van deze jas. Deze jas komt van de Pull & Bear. En ze is zo zacht. Ik hou er gewoon echt van. Ze zit ook gewoon mega comfy. En ze zit ook gewoon nog lekker warm ook. Vandaag is het woensdag en heb ik dus weer een nieuwe outfit voor jullie. Vandaag heb ik een all black outfit aan en ik realiseer mij ook ineens dat heel deze outfit ook van Bershka is. Maar ik hou gewoon echt van Bershka. Ik hou gewoon van hun kleding. Dus ja, jullie kunnen het gewoon al raden. Deze broek komt van de Bershka. Deze trui komt van de Bershka. Deze trui is echt een super zachte stof. Eigenlijk net als deze broek. De trui en de broek hebben zo'n ribbelstof. Ik heb mode gestudeerd in het middelbaar, maar ik weet echt al niet meer al die namen van de stofjes. Maar ik denk dat jullie het wel kennen. In de winter is deze stof gewoon echt mega handig, omdat het gewoon echt lekker warm is. De broek is in een mom jeans model. Natuurlijk is het geen jeans, maar het is dat model. Ook onder deze broek heb ik trouwens nog een band hieronder aan, omdat het echt gewoon echt mega koud is. De lipstick van vandaag is van NYX in de kleur Budapest. Het is echt een mega mooie kleur. Het is zo roosachtig. Jullie zien het wel. En ook heb ik matching sieraden aan vandaag, zoals jullie zien. Deze komen van de Kruidvat. Deze komt van AliExpress. En ik vind het echt zo vintage-achtig. De meeste mensen noemen het
Puma oorbellen of Puma sieraden, maar ik hou er echt van, ook gewoon omdat het overal bij past. Vandaag is het dus donderdag en ik heb deze outfit aan. Zoals jullie zien is dit een terry trui en I love terry trui. Het is ook wel echt een heel warme stof. Het is gewoon ook met een vliesstof van binnen. Deze komt van de Bob Briggs. Ik heb deze ook online besteld en deze trui komt ietsje langer. Normaal hou ik meer van crop truien, maar deze is gewoon zo lekker zacht. En deze zit gewoon mega goed, dat ik er gewoon echt wel veel van hou. Het is niet wit-wit, maar zo crème-achtig. Deze broek komt van H&M. Het is een high-waist broek. Ik draag niet meer superveel jeans, maar deze jeans is toch wel een van mijn favorieten. De lipstick die ik trouwens vandaag op heb, is terug die van Bershka. De nummer 08, de rode lipstick van Bershka. Bij jeans rol ik meestal ook wel mijn broek op, omdat hij het gewoon mooier vindt. De jas die ik er aan vandaag op heb, is ook een teddy jas, because why not teddy op teddy? Het kan gewoon. En deze is niet mega gekropt, maar ook niet mega lang of zo. En deze zit gewoon echt mega goed. Deze komt van Paul & Bear. Dit is ook echt een van mijn favoriete jassen. En wat ik hier juist zo handig vind, is dat deze jas echt van die grote zakken heeft. Want echt veel jassen tegenwoordig hebben zakken, maar zijn daar gewoon toegenaaid. Wat ik echt niet snap. Het is echt geen logica, like why? De schoenen die ik bij deze outfit trouwens draag zijn deze. Deze schoenen komen van een winkeltje aan de zee, dus ik heb echt geen idee meer hoe de winkel noemde. En ja, ik heb nu ook eigenlijk niet echt veel zin om ze aan te doen. Dus ik laat ze jullie nu gewoon zien. Maar als ik straks naar buiten ga, doe ik ze dus wel aan. En dan doe ik deze schoenen aan. Vandaag valt er niet veel eigenlijk over de outfit te zeggen, omdat het ook gewoon echt een mega simpele outfit is. En ja, ik vind het ook wel echt trendy, ook al is het mega simpel. Vandaag is het vrijdag, dus ook de laatste dag van de outfits in de week. Zoals jullie zien heb ik vandaag dus wat meer kleur aan. De trui dat ik vandaag aan heb is van de New Look, dus eens niet van de Bershka. En deze is zo zacht, ik draag deze ook gewoon echt super graag, ook gewoon omdat roze mijn favoriete kleur is. Vandaag heb ik ook eens voor de verandering weer eens een jeans aan. En deze jeans komt van de Primark. En ik vind gewoon het mega leuk dat het zo een streeppatroon heeft. Dus dat het niet een gewone jeans is. De schoenen die ik erbij aandoe vandaag zijn deze zwarte botjes. En van binnen zijn ze zo met pels. Dus echt mega warm voor in de winter. De jas die ik aandoe bij deze outfit is gewoon terug deze teddy jas. De jas die van de Paul & Bear komt. Ik vind dat deze jas gewoon echt elke outfit afmaakt. Dit was dus mijn video van de outfit van in heel de week, van maandag tot vrijdag. Als jullie nog zo'n video's willen, laat het dan zeker achter in de reacties. Vergeet zeker ook geen thumbs up te doen op deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal, het zou me echt super blij maken. We hebben de 500 al gehaald dit jaar, dus mijn doel is al bereikt. Dus nu gaan we richting de 1000. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende video.